Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En wil jij nou ook alles krijgen wat jij verlangt in het leven? Alles wat maar mogelijk is. Alles wat je dromen, doelen, je wensen zijn. Dan is dit precies de juiste video die je kijkt. Ik ga je vandaag alle universele wetten laten zien. Niet alleen voor succes, maar voor alles wat jij in het leven wil gaan bereiken. Dus als je dat tof lijkt, kijk zeker verder en dan gaan we er gelijk in duiken. Zeg nee tegen het gevoel van schuld. Uiteindelijk, je schuldig voelen maakt je vatbaar voor ondergeschikt zijn. Je voelt je minder omdat je je schuldig voelt ten opzichte van een ander. Dit is ook een van de primaire oorzaken van een minderwaardigheidscomplex. Je gaat je lager voelen dan iemand anders. En uiteindelijk, de kracht van schuldig zijn geeft de mogelijkheid om iemand jou te straffen. Dus als jij jezelf schuldig voelt, dan kan je daar gestraft voor worden. Nou, we zien dit op social media heel erg. Dat mensen heel erg onafhankelijk zijn, dat ze willen flexen, dat ze een Rolex willen laten zien, dat ze een Lambo willen laten zien, dat ze willen laten zien hoe goed ze zijn. Dat is allemaal het ego dat praat. Allemaal ik. En als je vergiffenis vraagt, vraag dat alleen van God. En alleen van God. Welke religie je ook hebt. En zelfs al geloof je nergens in, geloof dan in een grotere kracht. Superioriteit en een stukje minderwaardigheid. In één oogopslag kunnen dingen veranderen in het leven. Je kan opeens enorm rijk worden. Bijvoorbeeld door crypto of door e-commerce of door wat dan ook of welk businessmodel je ook maar doet. Maar je kan ook opeens van dag tot dag opeens alles verliezen. Alles waar je keihard voor hebt gewerkt de afgelopen jaren kan zomaar weg zijn. En daarom wil je niet neerkijken op andere mensen. En wil je van andere mensen geen idool maken. Van voetbalspelers niet, van andere mensen niet. Werk uiteindelijk aan jezelf. Aan je persoonlijke progressie. Werken, business, finance, body. En niet aan andere mensen. Wat doet die? Wat doet die? Verwijder alle mensen op social media die je volgt, die je als inspiratie volgt, bijvoorbeeld. Als jij geen geld verdient met social media, waarom gebruik je het überhaupt? Je kan zeggen dat YouTube-filmpjes jou helpen en als je aan het leren bent. Maar als jij aan het eind van dit filmpje geen actie onderneemt, wat heb je dan aan het kijken van dit soort waardevolle content? Vraag jezelf dat eens af. Dankbaarheid. Nou, je moet elke dag dankbaar jezelf voelen. En misschien ook opschrijven of in je mind. Want je kan niet boos zijn en dankbaar tegelijk. En je vindt ook nooit voldoening als je niet dankbaar bent. Je gaat nooit verder dan je huidige standaard van het leven. Je kan nooit level up gaan als je niet dankbaar bent voor de dingen die je hebt. Zonder dankbaar te zijn voor wat je nu hebt. Als je haat wat je nu hebt, dan wordt dat ook weggenomen zodat je het kan gaan waarderen. Dus kijk vrolijk naar de wereld. Het kan misschien lastig zijn in de positie waarin je nu bent. Maar er zijn altijd dingen waar je dankbaar voor kan zijn in het leven. Familie, vrienden, huisdieren, de zon. Het kunnen hele simpele dingen zijn. Kleding, een dak boven je hoofd. En je krijgt uiteindelijk wat je niet wilt. Voordat ik mijn 9-to-5 ontsnapte, had ik één gedachte. Geen 9-to-5. En uiteindelijk belandde ik in mijn leven in drie verschillende baantjes. Maar ik maakte hier wel 30k uit die ik later kon investeren in zelfontwikkeling in mijn eigen business. Hoe banger we zijn voor een uitkomst, hoe groter de kans dat het gaat gebeuren. Als je denkt dat het niet kan of wel kan, het gebeurt toch. Hoe vaker je aan denkt, hoe sneller het zich manifesteert. Dus onze vibratie is nu uit de wereld en doe dan alleen die positieve vibraties over de dingen die je wel wilt. Dus denk veel vaker aan ja, het ondernemerschap leven misschien dat je wil. Of misschien het reizenleven in plaats van wat je haat. Je moet ons loslaten van uitkomsten, zowel goed als slecht. Als er slechte dingen gebeuren, hoef je je niet per se slecht te voelen. Als er goede dingen gebeuren, hoef je je niet per se goed te voelen. Je focust je op het proces, het verbeteren van je dagelijkse taken om progressie te maken. Want de goal is niet de goal, maar de goal is hetzelfde blijven doen, dag in dag uit, wat je de dag ervoor hebt gedaan, als dat het leven is wat je wil. Hoe groter en belangrijker je doel is, des te kleiner de kans dat je het gaat behalen. Dus zorg ervoor dat je een maandelijk doel stelt. En dat je daar input en output doelen voor stelt. In plaats van doelen voor over 5 jaar. Die super groot zijn en super ver weg. Geef liefde onvoorwaardelijk aan mensen. Dus zonder het terug te verwachten. En onvoorwaardelijke liefde is dat dus. Je geeft zonder het terug te verwachten. Liefde voor je terugkrijgen is uiteindelijk nooit eindigend. Het geeft ook nooit voldoening. Je hebt altijd meer nodig. Meer liefde, meer dat. Maar als je het gewoon geeft, dan laat je het los van wat iemand als outcome doet. Elke actie heeft een reactie in het leven. Je kan niet de reactie bepalen, maar wel de actie in jouw leven. Je hebt de keuze gemaakt om liefdevol te zijn, omdat het de juiste keuze is. Niet omdat je iets nodig had voor een ander.
Vergeet dat niet. Dan hebben we nog een stukje geld. Groet geld met liefde en aandacht. Als je het uitgeeft, geef het dan uit zonder zorgen. En als je het verdient, wees dan blij dat je het verdiend hebt. En geef, als je het uitgeeft, maak je dan geen zorgen en zorg niet dat je spijt hebt. Een obsessie met geld hebben maakt het onhaalbaar om het te bereiken. Geld is nooit het doel. Het is het middel om het leven te leven. Het doel is leven op de manier waarop jij dus wilt gaan leven. Begin te leven op deze manier en het geld zal vanzelf naar je toe komen. Geloof me. Maak geld het doel en het zal je geluk stelen in dit leven. Ik wil je enorm bedanken voor het kijken naar deze waardevolle video. Like en abonneer voor meer, want 97% van jullie is nog steeds niet geabonneerd. En het zou mij heel goed doen als je dat wel doet. En ik zie je weer in de volgende video. Ciao, ciao.